Van 15 tot en met 22 juli vindt het DELA EK Beachvolleybal 2018 plaats. In 4 verschillende Nederlandse steden. En ook Utrecht is daar één van. Op een wel hele unieke locatie, namelijk de altijd gezellige Neuden. En daar strijdt voor Nederland onder andere team Wouter Vaanhorst. Ik ben Jasper Wouter, 21 jaar en ik ben verdediger. Ik ben Christian Vaanhorst, 28 jaar en de blokkeerder van ons team. Ja, mam, nu nog lekker een drankje, maar straks kan dat niet meer hier. Nee, zeker niet. Als het goed is, staat hij straks voor het EK op het mooie stadion en staan wij hier te spelen. Ja, 2000 man publiek. Ik heb nog nooit voor zoveel man publiek gespeeld, dus dat is hartstikke leuk in eigen land. Jij hebt ervaren al met voor veel publiek spelen. Komen er nog kriebels voor jou? Ja, zeker. Er zijn zeker kriebels, maar het is minder. Wat weten jullie eigenlijk van Utrecht? Er staat zo'n hele hoge toren, geloof ik, de dom. Ja, heel goed. Wat hebben we nog meer? Ik weet dat je die grachtjes hebt met onderin die leuke terrasjes waar je lekker kan eten. Kan je lekker eten, ja, heel goed. Leuk. Boottochtje door de grachten leek me iets wat saai voor jullie. Ik dacht aan iets meer actie, skydiven. Lijkt me wel leuk. Dat is wel tof, toch? Zeker, ja. Let your love shine on. Skydiven. Ja, wie heeft dit verzonnen? Ik heb. Ja. Heeft een van jullie al een keer geskydived? Nog nooit. Nog nooit? Is de eerste keer. Maar wie van jullie tweeën is een beetje de waaghals? Ik denk Jasper eerder dan ik. Ja, toen ik er ineens zo door het dak zag gaan, dacht ik, oeh, dit wordt toch wel een beetje spannend. Het gaat helemaal goed. Ja, ja, maar dat netje kan je behoorlijk doorheen kijken. Goeiedag. Met beachvolleybal hebben jullie hele andere pakken aan natuurlijk. Ja. Waarom hebben jullie eigenlijk niet net als de dames gewoon een strakke speedo aan of zo? Een stringetje, zou je dat willen zien? Maar dat vraag ik niet voor mezelf, maar voor het publiek. Ja, zo, als ik in zo'n kort broekje moet gaan staan, dan zou ik me niet comfortabel bij voelen hoor. Gaan we eens even kijken of jullie een beetje kunnen vliegen. Dat is serieus wel zenuwen. Snap ik. Dat is een ander soort gevoel dan voor een beachvolleybalwedstrijd. Het is iets helemaal compleet nieuws. En je wil niet afgaan, je wil gewoon nee. Doen. Hoe hoog? Ja, hoog. Je moet nog een EK spelen, hè? Dat gaat lukken. Succes, hè? Moet ik de credits geven aan Jasper met betrekking tot skydiven? Want? Want, zegt hij, kijk die felheid in zijn ogen ook. Toen ik daar een beetje hing en het bleek dat ik rondjes kon draaien en omhoog en naar beneden, dat vond ik wel leuk. Ja. En jullie hebben geen angst, dat hebben we wel weer bewezen op deze manier. Dat vind ik wel. Een beetje. Hoppakee. Jasper, ik zou me wat zorgen maken dat jou... Mannen, ja. Wat is het doel nu? Het doel is kwartfinale, dat is al realistisch, dat kunnen we halen, maar dat wordt heel uitdagend. Dus, ja, dat is een surfplank, jongen. Nou, Jasper is sowieso nog jong natuurlijk. Ja. Dus. Ben je al iets bij Jasper ergens achtergekomen waarvan je dacht... Want hij neuriet heel vaak. Op de kamer in één keer uit het niks. Wat neurie je dan? Ja, weet je, weet je wel. Hoe? Nog één keer? Ja, je noemt een liedje. Nee, ik heb dat in mijn hoofd en dat ga ik neurien, weet je wel. Wat grappige dingetjes. En over Chris? Wel wil hij altijd het verste bed van de badkamer hebben. Dat... Ik heb er altijd wel, volgens mij bijna altijd gelegen met Reiner ook. Ja. En volgens mij heb je daar meer ruimte voor je koffer en je zooi. Wat zijn kwaliteiten van jullie zelf waarin jullie elkaar versterken? In persoonlijkheden? Ja, persoonlijk. We zijn daarin niet zo goed samen. Persoonlijkheden niet? Nee. Wat dan? Nou, we zijn precies tegenovergestelde van elkaar. En bij mij komen dingen echt binnen en Chris is meer op de inhoud, zeg maar. Ja. We hebben soms moeite om elkaar te begrijpen. Ja, ik kom er langzaam achter dat ik soms heel weinig van hem begrijp. Daar moet je ook een beetje achter komen. Het is zo dat we elkaar daar niet versterken, maar in spel wel. Ja. Gaan jullie best doen? Zeker. Ga je ze doen met 22 juli? Heel veel succes. Dankjewel.